Jens, het einde van het tijdperk voor jou, maar ook voor ons. Je gaat naar Utrecht. Hoe zit je hier? Ja, toch wel gemengde gevoelens, als ik eerlijk ben. Ja, het waren 8 fantastische jaren en je laat een club na 8 jaar niet zomaar achter en helemaal niet een club zoals Feyenoord. Alleen, ja, bij mij heerst wel het gevoel dat dit een goede keuze is voor mij. Ik voel me nog hartstikke fit. Ik wil gewoon elke week spelen en als het kan belangrijk zijn op het veld en daar ook naartoe leven. En ik denk dat de kans die ik nu krijg voor mij daarvoor de juiste is. Ja, je hebt net afscheid genomen van het team, de staf, de andere medewerkers. Wat heb je tegen ze gezegd? Ja, niet iets specifieks, maar meer van ik ga jullie sowieso nog zien. Er is natuurlijk ooit met Feyenoord besproken hoe het na mijn carrière zou gaan. En we hebben nog steeds allebei de intentie om daar iets, om daar een draai aan te geven. Dus in die zin heb ik gezegd dat ik nog terugkom. En sowieso wil ik graag nog eens terugkomen, omdat ik een hele fijne tijd heb gehad. Nou, je kan je voorstellen dat je in 8 jaar een bijzondere band met mensen opbouwt. Zeker mensen die hier ook 8 jaar werken, of in ieder geval voor zo'n lange tijd. Dus ja, die zeg je niet zomaar gedag zonder ooit elkaar weer te zien. Dus dat komt zeker goed. Ja, het is dus misschien geen definitief afscheid wat dat betreft. De trainer had het toch graag anders gezien. Heeft het je doen twijfelen? Nou, twijfelen is misschien een groot woord. Maar hij wilde me wel duidelijk maken hoe belangrijk hij me vond. Zonder daarbij iets te kunnen garanderen. Dus dat geeft me dan uiteraard een goed gevoel. En dan ga je wel nadenken, maak ik de goede keuze? Uiteindelijk zullen we dat waarschijnlijk pas achteraf weten. Maar voor nu is dit de keuze waar ik 100% achter sta. En ik heb gewoon weer zin om elke week te spelen. Ja, om je medespelers te citeren. Ze spreken van een zwarte dag in de clubgeschiedenis. Dat is nogal wat. Wat zegt dat voor jouw gevoel over jouw rol binnen de ploeg? Daar spreekt in principe, het wordt een beetje negatief gebracht, maar voor mij in principe zelf is het natuurlijk een positieve waardering. En die koester ik alleen maar. Ik ben hartstikke blij met dat de mensen dat zo voelen. Ondanks dat zij zich er slechter voelen. Maar voor mij is het gewoon, ik denk dat het wel iets zegt. En dat ik daar wat trots op mag zijn. En uiteraard vind ik het ook niet leuk om weg te gaan. Wat ik zei, ik heb het hier enorm naar mijn zin gehad. Fantastische momenten gehad. Ik denk, hierachter is een klein voorbeeld daarvan. Maar ook buiten de prijs heb ik echt een geweldige tijd gehad. Ja, gewoon de kleedkamerhumor, de klik met de groep. Mensen buiten het team, zeg maar, die ons steunen. Zoals een medische staf, logistieke staf. Nou, al die mensen die er omheen zitten, daar heb ik ook zo'n fijne tijd mee gehad. Dus ik kijk wel met een bijzonder goed gevoel terug op mijn periode bij Feyenoord. Ja, je noemt al de humor, de kleedkamerhumor, de humor met de mensen. Zijn er dingen die wij niet gezien hebben? Want we hebben heel veel van je gezien. Ja, ongetwijfeld zijn jullie er een paar keer niet bij geweest, denk ik. Ik ben ook nog een keer op de scooter door het gebouw gereden, maar volgens mij is dat nooit gefilmd. Dus dat was ook wel leuk. Maar het zijn ook de kleine dingen. Het zijn niet per se alle dingen die je ziet, maar ook gewoon het plezier waarmee je elke dag naar de club kwam. Dat is gewoon ook heel veel waard, denk ik. Eventjes over Brian Linssen. Lito BV werd al een tijdje geleden opgeheven met zijn vertrek. Was hij je beste maat binnen de club? Doe je dan mensen tekort? Ja, nee, ik durf wel te zeggen dat hij mijn beste maat is geworden op de club. Ja. Maar door de jaren heen heb ik natuurlijk allemaal vriendschappen opgebouwd. Hier ligt toevallig een bal van Michiel. Michiel spreek ik ook nog steeds. En zo werkt dat in het voetbal. Je ziet elkaar elke dag, dus je bouwt bepaalde relaties / vriendschappen op. Maar ik durf wel te stellen dat die vriendschap met Brian wel een bijzonder is, ja. Ja, hij wil nog iets tegen je zeggen. Oh jee. Jensie, maatje. Nou jongen, ook aan jouw fijne tijd komt een einde. Ik weet dat het geen makkelijke keuze voor je was, maar je kan ontzettend trots zijn op de tijd bij Feyenoord, jongen. Je hebt prijzen gewonnen, je hebt zelfs nog een keer de goal van de maand gewonnen wat onterecht was. Maar laten we daar maar niet meer over hebben, want daar worden we toch nooit eens over. Maar kerel, ik wens je echt al het beste bij Utrecht. Ik hoop dat je het daar fantastisch gaat doen. En om het jou iets makkelijker te maken in de tijd bij Utrecht, heb ik voor jou de eerste maand een overlevingspakket gemaakt. Waaronder een Red Bulletje om je mond te spoelen, kan je dat weer mooi uitspugen. En ik heb nog een cadeautje voor als wij terugkomen bij Feyenoord. In ieder geval het sleuteltje van ons golfkarretje. Dat ook zeker niet te ver hoeft te lopen.
Maatje, ik weet dat we nog heel veel gaan facetimen. Ik weet dat je me dadelijk ook weer gaat facetimen, want je kan me toch niet missen. Dus ik spreek jou zo, maat. Mooi. En hij heeft dus nog iets voor je. Oh, hij heeft hem echt... Is dit het sleuteltje of niet? Dat is niet het sleuteltje. Voor Jens van Brian. Red Bull om te spoelen, je favoriete koekjes, een schaal en een sjaal voor thuis, de Sudoku van het AD plus pen, hashtag making memories bandje en je eigen sleutel voor een schoofkarretje. Mooi. Cookies. Ja, leuk. Oh, kijk eens. De schaal. Ja, ik dacht dat ik die zou mee zou krijgen, maar dat gaat hem niet worden. Een krantje. Wel de krant van vandaag, toch? Ja, zeker. Yes. Dit is een zware. Kijk eens. Allemaal Red Bull. Zullen ze blij mee zijn bij het bedrijf? Om te spoelen, ja. Oh ja, daar is die. Mooi. Ik kan me niet zeggen dat dit gewoon een fietssleutel is, toch? Sleutel van het golfkarretje, mensen. Ik weet niet of die past, maar ik ga hem zeker gebruiken. Ja, het sleuteltje was dus voor het golfkarretje. Ja. Hij spreekt ook over terugkomen. Hoe zou je dat samen zien? Ja, hij zei, we facetimen elke dag. En is ook zo. En ik heb ook met hem gesproken over mijn keuze natuurlijk. En we zeiden wel van over een paar jaar zijn we klaar. Dan gaan we hier gewoon lekker op die tribune zitten. En even het spelerzoom kijken. Biertje erbij dan, op zijn tijd natuurlijk. Dus die plannen die worden al gezweet, zeker. Ja. En afsluitend, wat ga je het meeste missen? Ik denk toch wel de volle Kuip. In mijn voordeel, zeg maar. Want ik ga hier waarschijnlijk nog terugkomen, maar dan zal het weer anders zijn, denk ik. Dus dat zou ook misschien even schakelen worden. Jens, ik wil je bedanken voor de mooie jaren en het laatste woord is voor jou. Wat zou je willen zeggen tegen de supporters? Dankjewel. Ik heb hier 8 jaar gespeeld. Ik heb echt een ongelofelijke tijd gehad. We hebben samen prijzen gepakt. Er staan er een aantal achter me, er missen er ook nog een paar, geloof ik. Er mist zelfs nog een ongespeelde bekerfinale die we eventueel hadden kunnen winnen. Ik wil jullie bedanken voor al jullie steun. Ik heb altijd jullie waardering gevoeld. Die waardering naar jullie is er uiteraard ook. Ik denk dat jullie dat wel weten. En er gaan ongetwijfeld nog veel meer successen voor bij de club. En die gun ik jullie ook van harte. En wie weet dit seizoen al. In ieder geval voor iedereen het beste.